Hallo van harte, welkom weer bij een nieuwe vlog met Sven over NPO 3FM Series Request ALS Nederland. Daar gaan we in de week van voor kerst gaan we ook bij je ook in actie komen. Nu eerst de intro en daarna leggen we uit waarom Frank hier zit, onze begeleider van Cora Media. Tot zometeen! Zo Frank, hallo. Welkom bij deze speciale uitzending over ALS Nederland voor Series Request. Frank, wat betekent ALS voor jou? Wat ALS voor mij betekent? ALS, jij weet het maar, mijn vader is overleden aan ALS. Dus, 6 jaar geleden, 7 jaar geleden is dat toen vastgesteld. En is eigenlijk uiteindelijk, en dat is eigenlijk volgens mij iedereen die ALS is dan ook komen te overlijden. Ja. Heeft jouw vader bij Coraal gewerkt? Ja, mijn vader heeft ook bij Coraal gewerkt. Hij heeft op Gasthof en Urmond gewerkt. Daar heeft hij activiteiten begeleid, computerclub, muziekclub, maar ook filmpjes gemaakt. Hij heeft heel veel filmpjes met cliënten gemaakt. Er zijn ook cliënten hier nu bij Coraal Media die mijn vader ook nog konden van de tijd vanuit Gasthof. Ja. Ja, dus eigenlijk ook een soort Coraal Media collega, ja, toch? Ja. Nu eigenlijk. Hmm. En jij werkt ook bij Coraal, dat is ook al heel leuk. Ja, zeker. Wist je van deze ziekte voordat jouw vader dat kreeg af? Ja, natuurlijk wist ik wel dat de ziekte bestond. Je hebt hele bekende mensen, Stephen Hawkins, zeg het goed? Ja. En, aan Fortuna zit dat. En de voetballer, weet je wel. Fernando Rixen, van Fortuna zit dat, ja. Dus er waren al bekende mensen die het hadden, maar ja, dan zie je ook een afstand. En ik denk dat iedereen dat ook wel kan zeggen, met alle ziektes die er zijn, die niet leuk zijn, pas als je het zelf hebt meegemaakt. Dan is het vreselijk. Ja, dan pas weet je wat de ziekte echt is. Ja. 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 Hoe was het voor jou om deze ziekte te snappen voor jouw familie? Dat was heel moeilijk. Het ging natuurlijk wel een tijdje slechter met hem, maar we wisten niet waarom. En uiteindelijk krijg je dan de diagnose ALS. Wat op een of andere manier heel fijn was, omdat we wisten wat het was. Maar ja, aan de andere kant weet je ook van, ja, dit gaat nooit meer goed komen. Hmm. En dan ga je dat hele traject in. En dat is natuurlijk een heel verschrikkelijk gebeuren wat je dan meemaakt. En wat je... Ja. Ja, wat je dan, hoe dat is. Dus dat was, nogmaals, dat is een hele moeilijke tijd. Ja, dat snap ik ook heel goed. Wij komen dan met onze Cora Media en ik in actie voor ALS Nederland. Wat vind je van deze actie? Ja, dus het is altijd goed om hier aandacht voor te besteden. Ik bedoel, ik denk alle families en ook alle mensen, zelf natuurlijk, die nu met deze ziekte in aanmerking komen, vind ik het heel fijn dat er nu aandacht voor komt, maar ook geld wordt ingezameld. Want zover ik weet is er nog geen geneesmiddel of niks wat ze kunnen helpen. En als daar aandacht aan besteed wordt, dat er uiteindelijk wel zou komen, dan zou dat voor heel veel families, denk ik, hoeven dit dan niet meer mee te maken. En daar ben ik wel heel blij om dat er nu actie is en dat Series Request dat doet, maar dat jij ook met het mediateam daar aandacht aan besteedt om daar geld voor te zamelen. Ja, en daar hebben wij ook nieuws om. De week voor kerst zamelen wij zoveel mogelijk geld in voor ALS Nederland en Series Request. En dat gaat op 18 december, zeg ik dat goed, tot 21 december gebeuren bij ons in onze studio's. Goed, tot daar. Dit was meteen een hele belangrijke uitzending. Tot een volgende keer. Hoi.